Yo Nintendo fans! Soms wordt er wel eens gezegd dat gaming op YouTube dood is. Maar jullie bewijzen het tegendeel. Hoezo? Nou, omdat zij continu op die duimpjes zitten te drukken. Ja, dat snap ik niet. Hoezo? Ik haat jouw video's! Oké, rustig! Nou, als jij de Mario Galaxy video's wel tof vindt, doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren, hè, jongens. Want ik zie in de statistieken dat jullie allemaal vergeten te abonneren. Maar doe dat! We moeten toch ooit een keer die 100.000 abonnees gaan halen? Anyways, ik moet hier ergens naar boven kunnen. Kijk, ik kan sowieso hier naartoe springen, maar... Oh, kijk! Kijk, nu kunnen we naar de engine room. We kunnen nu hier naartoe. Hoppakee. Nieuwe levels. Yes! We moeten in totaal nog 26 sterren. En dan kunnen we naar Princess Peach toe. En deze kunnen we nu openmaken. En dit is het Gouden Blood Galaxy. Go, 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 go! Oh, we moeten weer konijnos gaan jagen, jongen. Kijk, ik zie daar al konijnos. Wow, zoveel konijnos. Yo, konijnos, ik kom eraan, hè. En elke keer als ik zo'n nieuwe galaxy weer invlieg, dan denk ik echt van... Dit ziet er zo vet uit. Hoe kan dit er nou nog steeds zo cool uitzien? Hallo, konijnos. Wat gaan we hier doen, Nos? Hij is op zoek naar blauwe star chips. Oh, oké, dus we moeten blauwe star chips gaan nakken. Woehoe! Waarom zijn zij trouwens allemaal zo bang voor mij? Die vliegende beesten zijn allemaal bang. Zijn die hier blauwe dingetjes? Kan ik hier naar boven? Zijn hier dan... Huts. Oh, ja, kijk hier. Ja, hoppakee. Eentje. We hebben er één te pakken. Oh, Piet. Piet, doe nou niet, jongen. Doe het nou eens een keertje niet. Ik spring even op zijn bakkers. Want als we op hun bakkers springen, dan krijgen we een muntje. En als we ze zo verslaan, dan krijgen we natuurlijk Star Bits. Nou, laten we even kijken waar we nu naartoe moeten. Oh, wacht. We kunnen daar naartoe. Kan ik deze jump maken? Dat zou wel even lekker zijn. Gewoon zo. Hoppakee. Juist. Kijk. Hoppa. Nice. Ja, hierboven zie ik er ook een. Dan moeten we waarschijnlijk in het water of zo. Moeten we dan gewoon hier staan? Worden we dan omhoog geblazen? Let's go. Lekker Mario. GG. Dat is nummer 2. Nog 3 te gaan. Ik denk dat we gewoon het beste hier naar beneden kunnen springen. Oh, wow. Daar zat er een. Oh, wacht even. Oh, we moeten waarschijnlijk deze even naar beneden doen. Zo, hoppakee. En deze ook. En dan gebeurt er misschien in het midden wat. Juist, kijk. Hoppa, nice. En nummer 3 is ook in de pocket. Oké, waar zijn die laatste 2 dan? Kan ik hier een rondje draaien? Oh, ja, zeker wel. Moeten we oppassen voor die rotsblokken. Hé, de bijtjes zijn hier ook. Lachen. Oh, ik kon gewoon ook zo daar naartoe, naar die ster. Nou ja, ik heb het moeilijk gedaan. Soms vind ik het leuk om moeilijk te doen. Het is meer uitdaging, jongens. Het is meer een challenge. Hoppa. Hoppakee. Oké, eens even kijken wat hier is. Of we hier een of andere star ding gaan vinden. Star PC. Kunnen we via de muur hierop of zo? Of moeten we via deze paddenstoel? Nee, dat gaat niet. Gewoon zo? Juist, nice. En dan hier in het krat. Ja hoor, nummertje 4 in de pocket. Nog eentje te gaan. Hier moeten we een sterretje opschieten. Dan krijgen we een muntje. Ja hoor. Ik heb al dingen geleerd van jullie, jongens. Jullie zetten allemaal handige tips in de comments. Als je nog meer handige tips hebt, zet het sowieso even in de comments. Want misschien kan ik dat dan in de volgende video's wel even toe gaan passen. Daar ben ik benieuwd naar. Sowieso ben ik heel erg benieuwd. Wat is jullie belangrijkste ding die jullie gebruiken in Super Mario Galaxy? Wat gebruik je het meest? Waar heb je nou het allermeest aan? Oké, we moeten er nog één. Misschien daar. Ik ben daar nog niet geweest. Hier ergens misschien. Kijk, hier hebben ze ook zo'n bloem namelijk. Hoppakee. Oh ja. Oh, oh, oh. Oh, oké. Volgens mij moet ik me gewoon laten afschieten. Kijk, hoppakee. Ja, en dan komen we hier terecht. Nice. Hier is een power-uppie. Hebben we die nodig? Misschien wel. Miepam. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Hoppa. Muntjes erbij. Laten we proberen om hier in die bloem te gaan. Nice. En dan gaan we hier naar boven. Ja. Oké, wie moeten we nu gaan verslaan voor een star piece? Ik denk dat we gewoon even hierop moeten stampen. Oh, oh, niet dus. Daar krijgen we allemaal star bits van. Ook prima. Kijk hoeveel star bits, jongen. Holy crap. Oké, maar waar is dat stukje? We moeten nog één stukje ster hebben. Waar gaan we die vandaan halen? Is het hier? Sowieso. Oh, hier is het. Ja, kijk maar. Boom. En nummer 5 hebben we ook te pakken. Lekker. Let's go, Mario. Oh, moet ik alleen even zorgen dat ik er niet vanaf val? We moeten hier naartoe, denk ik. En dan moeten we op A drukken. En dan juist. En dan moeten we verder naar boven, denk ik. Zo. En nog verder naar boven. Yes. En dan hier naartoe. En dan laten we onszelf afschieten. Piee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 
bijen Mario. Ik ben nu de langzame Mario. Ik wil geen bijen Mario meer zijn. Oh, kijk, ik ben nu geen bijen Mario meer. Nice. Gelukkig ligt hier ook water. Oh, wacht even.
Waar is die? Waar is die? Daar is die. Pak hem! Ik denk dat ik gewoon moet rennen. Kom nou. Konijntje. Kan ik Starbits op hem schieten? Ja, ik heb hem geraakt. Ik heb hem geraakt. Nice. Ja, ik kan wel Starbits op hem schieten. Lekker. Zo moeten we dit dus doen. Anders loop ik over een half uur nog achter dat konijn aan. Yay! Nog 25 sterren te gaan, jongens. We gaan terug naar Goldleaf Gateway. En we hebben nu het level Cataquack to the Skies. Cataquack. Krijgen we te maken met eenden of zo? Een katapult van een eend. Oh ja, kijk, dat is hem. Die kennen we ook uit Super Mario Sunshine natuurlijk. Dat is de Cataquack. Die bounced je omhoog. Nou, laten we maar naar hem toe lopen gelijk dan. Woehoe. What up, Quacky? Hallo. Hoppakee. Ja hoor, en daar gaan we al. Nice. Zullen we deze bijen opnieuw moeten pakken? Laten we hem gewoon meenemen voor de zekerheid. Yo, Quackies. What up, man? Oh, ik kan hun ook slopen blijkbaar. Maar ik wil je niet slopen, je moet me even kwekken. Oké, kwekkies. Oh, dan moeten we hier naar boven. Kwek jij me ook even? En dan moet ik hier naar boven. Nice. Sowieso hebben we dus de bij nodig om omhoog te komen. Nu moet ik hier naar beneden, denk ik. Wee! Go, 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 go. Moet ik mezelf nu hier laten kwekken? Misschien moesten we toch niet... Oh ja, kijk, daar op de hoek zit de ster. Ik denk dat we hier naartoe moeten. Woehoe! Ja hoor, door naar de volgende planeet. We belanden in het midden van het water. We slopen deze gast. En we slopen ook even deze gast. Hoppa. Zo, dit ging easy, jongens. Kwek jij me even naar boven? Oh, of niet? Waar moet... Kwek jij me hier even? Je moet me hier kwekken, vriend. Hallo, Kwekkie? Kwekkie, kom eens. Ik moet hem daar naartoe lokken, denk ik. Voor zover ik weet gaat alles nog goed met me, jongens. Geen zorgen. Anyways, we lopen weer aardige op zijn koppie. Hallo, Koombatje. What up? Dit is een beetje, ik ben gedesoriënteerd nu ik zo op zijn kop moet lopen. Even die Goomba uit de weg ruimen. Zit hier Quacky in? Nee, zit ook geen Quacky in. Quacky, waar ben je? Oh, hier is Quacky. Ladies and gentlemen, Quacky, kan jij even met mij meelopen? We moeten deze kant op zo. Oh, oh, ja, oké, top. Maar we moeten, oh. Quacky, hou eens op. Even nakken nu. Hier, kom. Quacky, hallo? Ja, ik... Och. Ja, kom maar. Goed zo, deze kant op. Yes. Deze kant, je moet deze kant. Ja, top. Hier naartoe. Ja, lekker. Dan gaan we nu hier naartoe. Ja hoor. Volgt u mij maar. Oh. Oh ja, nou, dit kan ook. Ik was er blijkbaar al. Oké, ik ga even zo lopen hoor. Want ik weet niet waar ik naartoe gekwekt moet worden. Oh, ik denk dat ik hier naartoe gekwekt moet worden. Kom maar, Quacky. Kom maar. Quacky. Oh, sorry. Quackies. Hier. Je moet me hier op deze punt even kwekken. Ja, doe maar. Nog een keer. Ja, top. Thanks. Nice. Hoppakee. Oh, dan moeten we ook nog even daar naar boven blijkbaar. Oké, wat is hier gaande dan? Wie is hier boos aan het doen? We hebben hier weer een mol, hè? Oh, crap. Pak die mol. Hoppa. Ik denk dat we even alle mollen moeten nakken voordat die mollen in de weg gaan lopen. Mollies. Hoppakee. Laters. Het is een soort van Jenga-toren hier, man. Kan die Jenga-toren kapot? Nee, die kan niet kapot. Wow. Daar gingen we bijna. Nog meer Starbits. One uppie. Nice. Nou, met de levens gaat het wel goed. Nu even kijken waar ik gekwackt moet worden. Ja, ik denk toch... Dat moet toch dan hier naast die toren gaan gebeuren, of niet? Zo, oké, ja, nou top. Ik weet niet of dit echt de bedoeling was, maar het is in ieder geval gelukt zo. En dan zo hier naartoe. Ja hoor. Geen idee of dit de manier is waarop we dit moesten doen. Maar dat maakt niet uit. Ik ben nu alleen heel benieuwd waar ook weer die ster was. Was die ster... Oh. Oké. Oh, kijk eens. Ah, hier is bijen Mario. Kom eens. Kijk, we moesten deze power-up nog hebben. Go, Mario! Dus elke keer als we een bloemetje raken, moeten we eigenlijk gelijk de lucht in. Zo. En gelijk de... Oh, maar we blijven gewoon ook staan. Ik kan nu prima lopen op die bloemetjes. Bijen Mario, die zakte dus blijkbaar niet doorheen. Oh, joh. Oh, kijk, maar dat maakt het wel een stukje makkelijker. Hoppakee. Yeah. Oh. Oh, Bijen Mario was even in de war. Pak hem! Nice! Yay! Oké, nou hoop ik dat dit een dikke vette boss battle is. De titel van dit level is, als het regent, dan stortregent het ook. Oh crap, kijk deze gast!
Oh nee, ik ben nu al bang voor deze guy. Oké, dit is inderdaad een flinke boss battle. Woehoe! Jumpy! Oké, of niet. Kan ik anders gewoon weer dezelfde truc zo uithalen? Ja. Dit werkt wel op deze manier met die wall jumps. Oké, eens even kijken. Hoe gaan we daar naar boven? Waarschijnlijk moeten we naar die plant daar zo. Oké, go, 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 Mario. Juist. En dan kunnen we hier overheen vliegen. Ja, top. Dan hoeven we niet door het water. Nice. En ook hier moeten we even zo, denk ik, overheen. Of kunnen we wel op die wolken staan? Ah, ja, kijk. We kunnen gewoon op die wolken staan. Daar worden we niet nat van of zo. Dus dan blijven we gewoon bij je, Mario. I love it. I love it. Stamp hem. Nice. Oké, we moeten nou zorgvuldig onze weg kiezen, denk ik. We kunnen hier gewoon rechtdoor. Dit is soort van de makkelijkste weg, denk ik. En dan stampen en dan gaan we zo omhoog, top. En... oh, dan zijn we al gelijk hier, joh. Ah, joh. Oh, joh, prima. We zijn al boven, man. Hier regent het wel. We moeten oppassen voor de wolk. Nice, we gingen er perfect omheen. Top. Nee. Oké, nice. We hebben net de donderwolk weten te ontwijken. Kan ik nu hier overheen vliegen? Ja, nice. Pak ik even dit muntje. En dan gaan we omhoog. Hoppakee. Lekker. Hé, die donderwolken die hebben niks op ons, jongens. Dit gaat helemaal top. Go, 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 go. Nice. En daar zijn we. Lekker. What up, man? Ik heb alleen wel maar 3 levens. Dat is wel even balen. Ik weet niet zo goed hoe ik deze aan moet gaan pakken. Oh, ik denk dat ik daar naartoe moet. Oh, shit. Oh, shit. Oh, dit had zoveel beter kunnen gaan. Ik moest hier naartoe, denk ik. En dan kan ik denk ik nu bovenop hem springen of zo. Via die plateautjes. Ja, dan gaan we hier naartoe. Dan gaan we zo. Dan gaan we zo. En dan kan ik nu op hem... juist. Juist. Lekker voor je. Kan ik dit gelijk nog een keer doen dan? Ja hoor. Ja hoor. Gelijk. Hoppakee. Nummertje 2. Oké, ik denk dat hij nu boos is. Ik denk dat ik nu even moet schuilen achter deze knop. Ja. Oh, hij is echt heel boos nu. Hij is super boos. Go, 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 go. Jumpy. Ja, door. Oh, nee. Nee. Oké, nu heel even pauze. Wachten tot hij klaar is met schieten. Oh. Oh, gosh. Ik had paniek. Oké. Oké, kom maar. Kijk of we dit nu... wat? Of we dit nu in één keer wil kunnen doen, wou ik zeggen. Dan moeten we echt tempo maken. Ik denk dat het wel kan. Go, 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 go. Nice. Dit is 1. Oh, oh, ik mis. Oké, dit is 1. Waarom begin ik nu weer aan de andere kant? Net begon ik ook niet aan de andere kant. Wat is dit voor iets stoms? Net begon ik gewoon aan de goede kant. Dit is niet eerlijk. Dit is zo niet eerlijk. Kom op, Mario. Jumpy. Nice. Hierop. Hierop. Even door. En springen maar. Hoppakee. Kijk, nu ben ik nog wel aan de goede kant. Ik kan hem gewoon finishen nu, hè. Ik kan hem gewoon finishen nu. Hoppakee. Zie je, deze is helemaal niet zo moeilijk, man. Dit is een easy boss fight. Super stom dat ik hem net verloor. Ik kon deze gewoon makkelijk in één keer halen. Anyways, daar is de ster. We kunnen hem gewoon pakken. Ik ga gewoon even rustig zo hier chillen op het gras. Oké, en tijd om door te springen. En de ster te pakken. Hoppakee, deze baas hebben we ook weer genakt. Deze baas was niet zo moeilijk. Maar ik had paniek. Doe een blauw duimpje als je vindt dat ik geen paniek moet hebben. Abonneer op dit kanaal als je meer Mario Galaxy video's en Nintendo video's wil zien. En dan zie ik je zoals altijd bij de volgende video. Mazzel!